In de eerste video zagen we dat Willem I koning was in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij had heel veel macht en in 1840 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Willem II. En die is koning in een periode dat het heel erg onrustig is in Europa. Er zijn namelijk een aantal mislukte oogsten en er is steeds meer onrust. En in 1848 leidt dat overal in Europa tot revoluties, opstanden tegen de macht van koningen en keizers. In Parijs gaan mensen de straat op, in Berlijn is het onrustig, in Wenen. En ook in Nederland is er al veel langer kritiek op die macht van die koning. En die kritiek die komt vooral van de liberalen. Het liberalisme, dat is een politieke stroming die vindt dat uh, de burgers zo vrij mogelijk moeten worden gelaten en dat de overheid dan ook zo weinig mogelijk regels moet maken. Laat mensen zoveel mogelijk vrij, dan komt het wel goed. Dan gaan ze zo hard mogelijk voor zichzelf werken, en dat is ook het beste voor het land. En die liberalen die weten dus ook dat in die Nederlandse grondwet dat de koning er heel veel macht in heeft gekregen. Hè? Denk even terug in de vorige video. En zij willen dan ook dat er een nieuwe grondwet komt, dat er een verandering moet komen. Er moet minder macht zijn voor de koning en juist meer macht voor de burgers. En die nieuwe grondwet moet er ook voor zorgen dat de grondrechten van de burgers beschermd worden. Ja, en deze kritiek hebben ze al jaren en ze doen allerlei voorstellen, maar koning Willem II wil er de hele tijd niks van weten. Tot het jaar 1848. Want dan is Willem II bang dat er ook in Nederland een revolutie uit zal breken, net als dat in die andere Europese landen is gebeurd. En dan denkt hij: weet je wat, misschien moet ik die liberalen toch eens hun zin geven. En hij geeft de liberaal Johan Rudolf Thorbecke de opdracht om een nieuwe moderne grondwet te schrijven. Ja, en die grondwet die Torbeck in 1848 maakt, die zorgt er eigenlijk voor dat het bestuur in Nederland vandaag de dag is zoals het is. En om daar eens even goed naar te kijken, verwijs ik je naar de volgende video.